Welkom terug bij Café Tinto. Leuk dat je kijkt. Bij mij in de studio, Janneke de Kruijf. We hebben het net gehad over de noodhulp in Libanon. En links naast Janneke zit Jan en Jan-Pieter. En we hebben hier Samer, die uit Syrië gevlucht is en hier in Nederland terecht is gekomen met heel veel omweggetjes. Maar we gaan het nu hebben over muziek van de week. We laten 3 korte gospelfragmenten horen. En aan jullie de taak om er 2 af te laten vallen en eentje gaat mee naar maandag. We gaan luisteren naar Hillsong Cornerstone. En de tweede is Kees Kraaienoord met De Liefde Wint. Liefde geeft mij zoveel kracht, verjaagt de angst uit mij. Zij is mijn zonlicht in de nacht, het donker is. Wel bekend, hè, denk ik? Kees Kraaienoord. Ja. En de derde is There Is A Way van New Wilson. But there is a way, there is a spark, there is a hope that you can hold on to. There is a lifeline, come to the rescue, just like a hand that's waiting for you. Ja, 3 nummers. Kennen jullie ze? Jan-Pieter? Ja. Deze laatste die komen ook optreden aanstaande zaterdag, hè, in Zwolle. Maar nee. Nee. Wil je het van me weten? Ja? Ja, nou, ik vind, ik ga voor de eerste. Die moet blijven. Dus, van Hillsong. Ja, New World Song. En Kees Kraaienoord vind ik niet op zijn best nu. Een beetje geknepen. Is dat zo? Ja, ik vind niet zijn echte... Dat hoorden we gisteren ook al. Ja, nee, dat moet hij niet doen. Gewoon weer... Het is een heel rustig nummer van hem. Ja, gewoon weer... En hij kan wel... Wel een hele bekende melodie. Ja. Ja, wel, maar het is te... Nee, het is niet Samen? Zijn stem. Wat vind jij ervan? Ken jij ze? Ik ken alle 3 liederen niet. Want ik luister vooral Arabische christelijke muziek. Maar ik vind gewoon de 2e wel mooi omdat het gewoon het Nederlands is. Dus dat is op meer begrijpelijk, zeg maar, voor mij en ook voor degene die... Kan je beter Nederlands verstaan dan Engels? Ja. Ja? Meestal hoor je het net andersom, hè, dat Nederlands juist zo moeilijk is. Ja, dat klopt. Maar ik heb gewoon de taal... Je had het binnen een jaar had je al je diploma ervoor, hè? Oh. Toch? Hoe wist u dat? Ja! Snelle leerling. Ik weet alles van je. Okay. Janneke, nou ja, dat was, wat vind jij ervan? De cornerstone die moet blijven, ja. Gaat die mee naar maandag? Ja, daar ben ik ook voor. ja, sorry. Ja, we zijn afgelopen in Londen geweest en zijn we ook naar de Hillsong Church geweest daar. Oh, dat was hartstikke gaaf gewoon. Nou, dus dat heeft wel een positief vinkje. Nou, ik doe het meer vanwege de tekst. Ik vond de tekst gewoon heel stevig. Zo nou, van, heel daar leuk. Gaat. Maar het goede nieuws, is een leuke de nummers die net zijn afgevallen, die plaatsen wij op onze Facebookpagina. En daar kunt u ze in zijn geheel beluisteren. En wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Laat een berichtje achter op onze Facebookpagina of Twitter met ons mee. Het is tijd voor onze 2 gasten, Jan-Pieter en Jan. Die namen passen ook zo mooi bij elkaar, hè? Ik heb voor jullie ook een aantal tegenstellingen. Ik ga bij Jan beginnen. Espresso of café latte? Café latte. Nette pantalon of jeans? Doe maar jeans. Tatoeage of sieraad? Sieraad. Camping of hotel? Oh, camping. Tuinieren of klussen in huis? Ja. Klussen in huis. Snoep of chips? Dan ga ik voor de chips. Smartphone of tablet? Smartphone. Op jacht of vervolgd worden?
allebei was best leuk. Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Dan kies ik toch voor Op Jacht. Ja, dacht ik al. Jan-Pieter, koffie zwart of koffie met melk? Met melk. Auto of fiets? Fiets. Humberto of Paul? Humberto. Radio of tv? Radio. Pyjama of t-shirt? T-shirt. Biertje of wijntje? Biertje. Op jacht of vervolgd worden? Ik ken het allebei nog niet, maar ik ga misschien meedoen. Dus vervolgd worden, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Jij bent de bedenker van het spel. Ja. Hoe kom je daar nou op? Op de fiets. En mijn vrouw die deed afgelopen keer mee met de Muscatlon van de vierde musketier in Israël. En daar liep ze dus voor, nou ja, doelen, projecten van Open Doors. Heeft Wim Hoddenbach vorige week uitgelegd inderdaad. Precies, ja. Heel goed van hem. Want dat is ook gewoon heel belangrijk wat ze daar doen. En het is niet bekend genoeg, maar ook dat Open Doors daar ook gewoon heel veel doet. In praktische zin. En dus dat wilde ik, daar waren we druk bezig met acties. Ze moest €10.000 bij elkaar halen. En ineens kwam dat idee naar voren gebaseerd op een studentenspel met waterpistooltjes. Dat is eigenlijk op gebaseerd. En toen, vrij snel kwam de vertaling. Toen heb ik Norbert Bosman, een goede vriend uit Zwolle, gevraagd om daar dat verder te gaan ontwikkelen. En binnen 2 maanden stond het spel. En hebben we dat met 180 man gespeeld in Zwolle. Ja, dat was heel bijzonder. We gaan kijken naar een video. Ja. Binnenkort, op verschillende plekken in Nederland, De Jacht. Een ervaring om nooit te vergeten. Hoor jij ook bij de Jezus uit Galilea? De Jacht neemt je mee naar de werkelijkheid van veel christenen. Vervolging vanwege je geloof. Niemand kunnen vertrouwen. Voel mee met vervolgde christenen. En ervaar een fractie van wat zij doormaken. Doe je mee, dan ben je zowel jager als doelwit. Jij jaagt op iemand, maar iemand anders jaagt ook op jou. Hoor je de woorden? Jij hoort ook bij de Jezus uit Galilea. En wordt er een sticker op je geplakt? Dan is voor jou de jacht voorbij. De jacht duurt 1 maand. 24/7. Zolang je meedoet, ben je niet veilig. Blijf als enige over. Vervolg de meeste deelnemers. Neem initiatief voordat een ander dat doet. Steun Open Doors. Schrijf je in op www.de-jacht.nl. Weet eens uitleggen. Het is ingewikkeld om het hele verhaal te vertellen. Maar het spel aan zich is heel simpel. Je krijgt een kaartje. Met de pasfoto, naam, adres, leeftijd van de persoon die jij moet gaan vervolgen. Dus stel voor, we hebben hier een cirkeltje. Ik moet Jan hebben en zo gaat het cirkeltje rond. En dus ik moet mijn best doen om Jan te gaan vervolgen. En dat kan zijn dat ik hem moet gaan googlen van waar werkt hij. Dan kan ik op zijn werk doen. Ik kan proberen aan te bellen. Maar inmiddels is hij... Je krijgt een willekeurig kaartje. Ja, dat zorgt de organisatie iemand voor. Iemand die je niet kent. Ja, iemand maar die je niet kent. Wel die in je woonplaats woont. Ja, het kan zijn dat jij diegene kent. We zetten nu bijvoorbeeld in Zwolle in op 400 deelnemers. Nou, uit wel 7, 8, 9, 10 verschillende kerken. Dus die ken je niet allemaal. Nee. En dat maakt het ook spannend. Met name voor... Maar je geeft je daarvoor op. Ja, je geeft je daarvoor op via de site. Het begint 2 maart tot 2 april. Dus het duurt een maand. En het is in real life. Daar gaat het om. En dat gebeurt in het echt ook. Of je nou naar je werk gaat of je thuis bent. Het kan elk moment kan het je overkomen. En dat willen we benaderen. En dus het zit een spannend aspect van het gaan vervolgen. Dus de acties die je gaat bedenken, dreigfilmpjes maken, werd heel veel gedaan. Alleen, je houdt altijd van, als ik naar de auto loop, moet ik toch even gaan kijken. Als ik de kinderen naar school breng, ga ik dezelfde route fietsen of niet? En dat geldt eigenlijk voor alles wat je dat doet. En hoe lang je in een spel zit, hebben we ook al van mensen gehoord. Ja, hoe bizarre het effect op jou, op je gezin is. Dat proberen we ook te bereiken. We willen dat mensen gaan ervaren hoe het is om in onvrijheid te leven. Om iedereen het eigenlijk te moeten wantrouwen. Dus dat eerste filmpje, je kan niemand vertrouwen. Want je weet ook niet wie allemaal meedoen. Dat weet je niet. En er wordt gelogen, er wordt zoveel gedaan. Daar kan Jan heel veel over vertellen. Maar het punt dat je dat gaat ervaren, dat is het doel. Dat je gaat ervaren wat het is om een fractie daarvan te voelen. Maar je van zegt, je kunt afvallen. Hoe val je dan af? Je wordt vervolgd. Ja, en dan? Dat is een vrij harde term. Hè? Want maar kan... is het dan zo als je gevonden wordt? Nee, je moet binnen aanrakingsafstand komen. Dus ik moet dit doen, ik moet hem kunnen aanraken. Ja. En dan spreek ik die tekst uit, jij hoort ook bij de Jezus uit Galilea. Hebben we uitgehaald uit de Bijbel natuurlijk, het verhaal van Petrus, hè, met vlak voor de kruisiging, dat hij dat ontkende. Nou, om deel te nemen moet je daar al bij voorbaat ja op willen antwoorden. Ja. Nou, en op het moment dat dat gebeurt, dan is Jan klaar. Dan moet je ook niet meer wegrennen.
Maar tot dat punt kan hij gewoon wegrennen. Dat is heel veel gebeurd. Als je maar niet aangeraakt wordt. Als je maar niet aangeraakt wordt, dat is de grens. Dus als je hem aangeraakt bent, dan spreek je die zin uit. Dan plak je die sticker met I love Jesus op. En dan ligt diegene uit het spel. Nou, dan maak ik een fotootje van hem. Stuur ik naar de organisatie en die plaatst hem op de site. Jan is vervolgd. Als bewijs van, hij is inderdaad uit. Ja, en want je pakt hem zeg maar, bij de schouder. Maar en dan is het, voorbij. En dan neem ik het kaartje van Jan over. Want Jan heeft natuurlijk ook een kaartje met zijn doelwit. En daar de sticker die hij daarop moet plakken. Nou, dat kaartje en die sticker neem ik weer over. En dan mag ik weer verder gaan. En op die manier hou je steeds minder deelnemers over. Nou, het doel is, zeg maar, naast het ervaren daarvan, dat je het kan winnen door als enige over te blijven. Dan moet je stinkend je best doen. Of de meeste vervolging op je naam te hebben. Nou, daar hebben we met een knipoog natuurlijk de Saulus Award genoemd. Dat je zoveel mogelijk vervolging op je naam hebt. Nou, hij kwam op nummer 2. En je kan de meest spectaculaire, originele vervolging doen. Nou ja, goed, door daar een heel complot aan vast te plakken of iets dergelijks. Maar in die zin, omdat je zelf ook christen bent. Want je moet zelf ook kunnen zeggen, ik ben een volger van Jezus. En hoe doe je dat in alle eerlijkheid? Want ik bedoel... Wat bedoel je? Nou, je zei, er wordt ook heel veel gelogen. Dat gelogen in de zin van, stel voor, ik moet Jan hebben. En Jan is slim. Jan die zegt tegen al zijn gezinsleden en tegen zijn buren, hier woont Jan niet. En ik bel aan en ik zeg, woont Jan hier? Oh, op die fiets. Nee, Jan woont hier niet. Ik ben niet thuis, ik ben er niet. Hij is niet thuis. En dat bedoel ik met liegen en ook bedriegen en verraden. Alles gebeurde, zeg maar. Ja, bijna niet christelijk. Maar goed, alles om die werkelijkheid te benaderen van wat kan gebeuren. Ja. Jan, maar jij hebt vorig jaar meegedaan. Ja. Waarom deed je mee? Nou, waarom deed ik mee? Nou, ze stonden bij ons in de hal van de kerk en het was voor de Muscatlon goed doel. Dus ik dacht, er waren nog wat meer achterburen die meededen. Zeiden, oh, doe je ook mee? Ik dacht, waarom ook niet? Leuk. Ik doe gewoon mee. Maar na de eerste twee vervolgingen, zeg maar, kom je wel in dat spel terecht eigenlijk. En jij trok het een kaartje? Beetje op. Ja, ik had een kaartje. Had jij een bekende? Of nee, die kende ik niet. Er was iemand die, was aan het googlen en ik zag ze werkte in Leeuwarden. Ik moest voor mijn werk in Leeuwarden zijn. Dus ik dacht, kassa, ik ga daar naartoe en klaar is Kees. Maar was ze net vrij die dag. Ja, dat gebeurt ook. Dus maar woonden wel in Zwolle? Ze woonden wel in Zwolle, ja. Dat is een voorwaarde. Ja, dat is een voorwaarde. Oké, je moet dus in die woonplaats wonen. Waar het spel gebeurt. Ja, anders is het gewoon te groot. En stel je hebt geen auto ter beschikking, dan moet je heel ver weg. Dus, en toen, hoe ging dat? Nou, toen ben ik dus na afloop van mijn werk, zeg maar rond 5:30 of zo, ben ik langs het huis gereden waar ze woonden. Om even te kijken hoe het eruit zag, even verkennen zo. En toen stapten ze zo in één keer de deur uit, de eerste, om de vuilnis weg te brengen. Nou ja, dat was makkelijk. Jij hoort bij Jezus. Nou. En zo gaat het al verder, zeg maar. En daar gebeuren wel veel meer. Maar dat klinkt heel jolig bijna, hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Nee, bij die eerste, daarom zei ik dat van, lijkt het allemaal heel makkelijk en is het nog wel leuk. Maar zodra je verder komt... En toen kreeg jij haar kaartje. Kreeg ik haar kaartje en ook weer van de volgende en de volgende. Maar dan kom je veel meer in dat spel en dan ga je zelf steeds meer in dat spel zitten eigenlijk. En ga je enorm op je omgeving letten. Je wordt zo aware eigenlijk. Op een gegeven moment, wij hebben een soort cluster met een aantal woningen. We hebben een soort open tuin en een middenterrein. En ik hoor iemand aankomen lopen. Ik kijk. Ik denk, die ken ik niet. Ik doe mijn autodeur dicht. Loop naar de achterdeur. Doe de deur op slot. En op dat moment, pas, zit ze al aan de klink. Zo van, ze wou mij hebben. Oh. Nou, gelukkig stond mijn dochter naast mij. Die zei, oh, dat is de moeder van Sarai. Ik dacht, oh, dat is fijn. Dus toen wist ik wie mij moest hebben. Maar door dat soort dingen word je zo alert op wat je doet. Voordat je de deur uitgaat, kijk je. Staat er iemand bij de auto? Is er een vreemde auto in de buurt? Misschien let ik als man wat meer op auto's, dus dat valt enorm op. En je bent maar tweede geworden? Ja. Dan ben je wel heel goed. Nou ja, wat is goed? Ik merkte op een gegeven moment wel bij mezelf, ik word best wel gedreven hierin. Ik wil gewoon winnen. Natuurlijk wil ik altijd wel graag spelletjes winnen, maar op een gegeven moment kwam wel een punt dat ik dacht, ja jongens, waar ben ik mee bezig? Sta ik hier als volwassen man van 40, sta ik er om 7:15 bij een adres te wachten tot die man naar zijn werk gaat? Is dit wel de bedoeling allemaal? Ja. Het kost wel heel veel tijd. Maar wat is nou ten diepste de bedoeling van het spel? Nou, de bedoeling is dat er meer Jan Beniers zijn. Ik denk dat hij geluk heeft gehad dat er niet iemand zoals hij achter hem aan zat. Mm-hmm. Want anders was hij er waarschijnlijk ook al sneller geweest. Maar het doel is om echt te ervaren hoe het is dat iemand achter je aan zit. En je weet niet wie. En je weet dat, en dat gaat, er gebeurt iets met je. En bij de een meer dan bij de ander, hè. Laat dat helder zijn. Mm-hmm. En maar over het algemeen genomen heeft iedereen dat ervaren. En sommigen heel heftig. Die hebben ervaren dat ze dingen niet meer durfden.
En er waren verkiezingen en die gingen naar een heel ander verkiezingshokje, naar een stemhokje. Die gingen in verschillende winkels boodschappen doen uit tactische overweging. Maar ja, het doet iets met je. Je bent er continu mee bezig. Kinderen die bijna geïndoctrineerd waren, maar die waren gewoon verteld wat ze wel en niet mochten doen. Ze mochten niet de deur meer open doen. Ook niet als er een collectant stond. Het verhaal van een meisje van 10 die uit de badkamerraam schreeuwt van oprotten. En dat was gewoon een echte collectant in dat geval. Maar goed, dat gebeurt er allemaal. Dus het heeft een spelelement, hè, wat je net zei, dat jolige. Nou, daar moeten wij ook mee oppassen als organisatie. Dat willen we ook niet. Dat is ook de buitenkant. Hè? Maar het gaat erom wat het doet met mensen. En dat kun je niet zo makkelijk laten zien. Dus daarom is het ook goed om daar het over te hebben. Van, want dat doet het wel. Het doet iets met mensen, het doet iets met gezinnen. Ja. Kun je ook misschien door de rol bijhalen dat een politieman inschakelen of zo? Want soms, ik praat aan eigen ervaring, dat als iemand voordat iemand jou pakt, dat je door bedreiging via telefoontjes en zo, dat je de politie inschakelt. En dat je misschien ook gered wordt, zeg maar, dat die man jou bereikt. Ja, er zijn op andere manieren. Zijn er bijvoorbeeld, wij waren op een gegeven moment echt een doorgeefluik van filmpjes, dreigfilmpjes. Filmpjes van iemand die in het donker en met een heel vaag licht aan het filmen is dat hij loopt en zegt van dit is jouw achtertuin. En dat filmpje is dan bedoeld voor zijn doelwit. En omdat dat via ons ging, blijft het anoniem. He, dus, en zo heeft iemand ook een filmpje van Jan zijn huis gemaakt. Van de achterkant, van de voorkant. Jan, wij komen eraan, jongen. Dus dat werd continu, dat was intimidatie. Verraad. Nou ja, misschien kun je vertellen hoe je gepakt bent uiteindelijk. Hoort er erg bij. Ja. Vertel eens. Nou, we hadden een mini-wijk of kring. En dat was bij mijn achterburen die ook meededen in het spel. Die zaten er allebei nog in. Maar normaal begint dat zeg maar zondagavond, 8:00. Dus nou, ik had zoiets van, ik ga niet om 8:00, dat is niet veilig genoeg. Ik kom pas om 9:15, dan ligt ook kinderen op bed, dus dat is ook makkelijk. Maar ik kom gewoon later. En nou ja, dat risico neem ik dan wel om daar naartoe te lopen. Maar we hadden dus miniwijk en één lid van die miniwijk, die was dus benaderd door mijn vervolger. En ik zag wel dat hij op zijn telefoon zat en dat hij bezig was met andere dingen. Maar dat heb ik wel opgeslagen, maar ik heb niet meteen bedacht, daar gaat wat gebeuren. En op een gegeven moment ging hij naar het toilet. Nou, oké. Okay. Maar ja. Terwijl hij dus naar het toilet ging, heeft hij de voordeur open gedaan voor mijn vervolger. En ik zat heel tactisch in de woonkamer, dat ik alle kanten wel kon zien. Maar ja, dus toen stond zij één keer voor mij. En toen was ik wel even 3 seconden van de wereld zo van, nou, dit kan niet. Ik ben hier veilig, ik ben bij mensen van de kerk, zeg maar. Ook die kun je niet vertrouwen. Ook dat, nee. Maar goed. Ja, dat stukje verraad komt daar wel hard binnen gewoon. Ja, komt heel dat hard je binnen. Weet van, hé, dit kan dus gewoon echt gebeuren. Dat er, En dan eindigt het bij jou nog met een hand op je arm. Ja. Maar dan moet je nagaan hoe het in het echt is. Ja, dan zijn de gevolgen als je de verhalen uit... Maar de opbrengst is voor Open Doors? Ja, misschien nog even goed om op terug te komen op wat... Hè, dan is het nog niet echt. En dat moeten mensen ook begrijpen. Ja. Dat willen we niet eens benaderen. Hè. Die beelden van ISIS, onthoofdingen. Mensen, alsjeblieft, plaats de jacht niet alsof wij dat willen. Dat kan niet. Nee. Wij willen een fractie laten ervaren van onvrijheid en angst. En dat in de context van de jacht. Meer niet. He, en dat heeft al heel veel opgeleverd. Betrokkenheid bij waar je heen wilde gaan. De Open Doors, het werk van Open Doors. Maar je schrijft je in en moet je dan inschrijfgeld betalen? Ja, per stad hebben we een eigen site. En daar schrijf je in. En dan maak je, als je 21 plus bent, €20 over. Minimaal, zeggen we altijd. En tussen de 16 en 21, €15. Dat geld gaat rechtstreeks naar Open Doors. Nou is het zo, van die 11 steden zijn 9 steden zijn gekoppeld aan iemand die de Muscatlon gaat lopen. Dus we staan los van de vierde musketier. Maar het is maar wel toch een hele mooie drijfkracht natuurlijk. Want die mensen zijn al gemotiveerd. Welke steden doen er mee? Even heel snel. Hoge Zand, Drachten, Emmen, Zwolle, Kampen, Zutphen, Zaltbommel, Gouda, Delft, Amsterdam, Almere. En misschien vergeet ik er één. Wauw. Ja. Maar stel je voor, ik wil dat op gaan zetten in Spakenburg. Ja. Hoe gaat dat moet dan in zijn werk? Nou, dan stuur je ons een mailtje. Want we hebben nu maar al ik doe niet mee met de vierde musketier natuurlijk. Nee, maar daar staat dus los van. He, want in Hoge Zand of in Gouda, dat doen ze het gewoon voor Open Doors. Okay. Het is gewoon handig, ook qua PR, dat je een plaatselijk gezicht hebt die zegt van het geld gaat naar mij. Dat is dus een katalysator, meer niet. Maar stel je voor, ik wil het op gaan zetten. Nou, we hebben nu al een mapje met potentiële voor volgend jaar. Groningen wil volgend jaar meedoen, er zijn een aantal mensen. Het gaat erom dat je christen bent en dat je in een bepaalde stad woont. Of in ieder geval daar kerkelijk actief bent. Mm-hmm. Kijk, als je in een piepklein dorpje naast Zwolle woont, daar kun je het niet organiseren. Nee. Maar als je in de kerk in Zwolle zit, dan mag je het gaan organiseren. Meedoen kan alleen van als je daar woont. Ja. Nou, dan stuur je mij een mailtje en dan gaan we dat uitleggen. En dan kun je het in Spakenburg gaan doen. Dus we zijn ook al bezig met volgend jaar. Ja, daar kun je gewoon voor opgeven. En is het een vaste tijd in het jaar? En waarom 4 weken? Dat is een hele goeie. Wij hebben
per toeval. We hebben het vorig jaar in de 40 dagen tijd georganiseerd. En eigenlijk vonden we dat ontzettend mooi. Dus we eindigen op donderdag. De donderdag dat Jezus de avondmaal vierde. De donderdag voor het Pasen, het Pasenweekend dat hij zichzelf gaf. Dus dat vonden we eigenlijk heel mooi passen. En daarom hebben we dat nu weer gedaan in die periode. Mm-hmm. Dus we eindigen weer op die donderdag. In elke stad waar het gespeeld wordt, eindigt ook op hetzelfde moment. Met een plaatselijke slot-event. Daar komt ook, in al die steden komt iemand van Open Doors spreken. En we moedigen ook aan, het blijft allemaal plaatselijke organisatie, om daar ook het avondmaal te gaan vieren met elkaar. Dat hebben wij ook gedaan. Dat was gewoon heel bijzonder. Omdat je bent met een spel bezig, maar ook natuurlijk niet. Je bent met een heel heftig thema bezig. Met broers en zussen ben je bezig. En af en toe surreëel, omdat het zo ver weg is. Maar door de jacht komt het in ieder geval iets dichterbij. Nou, Open Doors kan daar iets over vertellen. En als je het ook nog eens plaatst in het kader van de 40 dagen tijd, de aanloop naar Jezus. Ja, dus dat was heel mooi en daarom hebben we ervoor gekozen om dat zo te houden. En, het geeft me ook een beetje een Wie is de Mol gevoel. Ja, is dat al vaker gezegd? Ja, ja. Ik zei al van tevoren, is er nog geen televisiezender naar jullie toegekomen? Ja, dat snap ik ook niet. Misschien volgend jaar, is de eerste keer. Weet je wat het lastig is? Het is real life. Ja. Dus je kan een cameraploeg op Jan gaan zetten, maar Jan kan er ook na een dag uit liggen. Het is even zoeken naar hoe je dat format moet gaan doen. Maar goed, daar zijn we over aan nadenken, zeker wel. Maar het heeft iets van Wie is de Mol, tuurlijk. Het is spanning, het is acties. Maar dit gaat natuurlijk veel verder. En toch met zo'n serieuze boodschap. Ja, daarom. Dus, heel erg mooi. Dank jullie wel voor het uitleggen van de jacht. Hebben jullie nog nagedacht over een gebedspunt? Ja. Jan-Pieter. Ik was vanochtend aan het bidden en toen... ook voor christenen natuurlijk en ik bad ook voor de jacht, want Norbert en ik merken toch wel dat wij ook heel bewust voor geestelijke strijd moeten bidden. Ook voor de organisatie van de jacht en als je daar met goede dingen bezig wilt zijn. En toen dacht ik, eigenlijk is hoe wij hier leven is een en al strijd. De welvaart is in feite een geestelijke strijd, omdat het je afhoudt van je geven in materiële zin, in geestelijke zin. Dus eigenlijk wil ik daarvoor bidden dat onze harten daarvoor open gaan en dat we dat kunnen zien. Van wat houdt mij tegen in... het mezelf willen geven voor anderen, zeg maar. Ja. Mooi. Is dat jullie gebedspunt van samen of heb jij ook nog een gebedspunt? Nou, op zich, die van mij sluit daar wel erg heel mooi op aan. Hetzelfde idee inderdaad, maar dan meer ook gewoon voor pubers in deze tijd. Want ze hebben alles. Ze hebben een mobieltje, iPad, telefoon. Ja. Alles is beschikbaar. Je bent 24/7 connected gewoon met iedereen. Waarom zou je dan nog een God nodig hebben inderdaad? Mm-hmm. En om gewoon dat stukje bezinning van, er is veel meer dan dit wat we nu hier zien... En op de achtergrond speelt veel meer dan wij kunnen zien gewoon. Gebed voor de jongeren hebben ze nodig, inderdaad. En zo tegen 11, dan zetten we de gebedspunten nog even op een rij. Dan gaan we nu naar het gastenboek. We vragen elke dag aan onze gasten, willen jullie een vraag bedenken voor de gasten van morgen? En Kirsten, Kees en Paul hebben deze vraag gisteren opgeschreven. Mag ik hem aan jou geven? Ja. Hier staat hij. Wil je hem voorlezen? Ik zal mijn best doen. Anders helpt jou Pieter hoor. Is het gemakkelijker om te geloven in een welvarend land als Nederland dan in een land waar christenen worden vervolgd? Kirsten, Kees en Paul. Wat vind jij daarvan? Wat denk jij daarvan? Is het gemakkelijker om te geloven? Waarschijnlijk wordt de bedoeling ook hiervan dat gemakkelijk mensen tot geloof komen. Als daar om gaat, dan denk ik een vervolgd land waar... of in ieder geval een land waar nu een crisis is, als een land als Syrië, daar komen volgens mij, daar geloof je makkelijker. Of ga je je hart richten makkelijker naar het echte. En in Nederland met zoveel faciliteiten, mogelijkheden, de mensen zijn zo bezig met het materie dat ze hun hart niet kunnen opheffen naar het echte, naar het... Maar zuiver, zeg maar. En dat hoor je toch ook wel, dat de mensen daar bidden voor ons, de welvaartslanden. Ja. Wat vind jij ervan, Janneke? Ja, we hebben natuurlijk in Nederland de uitdrukking nood leert bidden. Ja. Dat zodra wij
Ik leg hem even hier neer. Ja, een nood hebben, of dat nou is lichamelijk of geestelijk of vervolging. Dat we dan weer soort geconfronteerd worden met onze eigen beperktheid. En dan denk je, ja, wie kan mij helpen? Ja, God, als je gelovig bent. Of iets voelt van... dus dan, dat zie je ook in de Tweede Wereldoorlog, zaten de kerken ook hier vol. Ja. Dus en afhankelijkheid denk, maakt gelovig? Nou, ik weet niet, want dat is weer het werk van de Heilige Geest inderdaad. Van of het je gelovig maakt, maar het maakt je denk ik wel bewuster van dat, dat er een God is. Dat je hem nodig hebt. En dat je hem nodig hebt. En ik hoop, in die zin hoop je, dat sprak je net ook uit, dat jongeren, of nou überhaupt wij allemaal, dat we dat ook al in onze deze rijke westerse maatschappij, dat ondanks dat ook ervaren. Dat we dat we God nodig hebben en Jezus nodig hebben. Wat vind jij ervan, Jan-Pieter? Nou, dat staat eigenlijk meer op de voorgrond. Maar ik denk dat we wel dankbaar mogen zijn dat het in feite wel waar is. Ja. Dat we hier makkelijker mogen geloven dan nou ja, waar je nou ja, dat we het hier gewoon op tv over kunnen hebben. Ik bedoel, ik kan zeggen, ik ben een christen. In alle vrijheid. Ja. Jan, wat vind jij ervan? Nou, het is eigenlijk aan de ene kant een moeilijke stelling inderdaad. Gewoon van, nou, wat is het nou precies? Maar zodra het moeilijk wordt, inderdaad, wat je zei, ga je sneller daar, nou ja, wel over nadenken. Dat is waar. En ik denk inderdaad, zodra het echt heel moeilijk wordt, ook met christenvervolging, ga je tot de kern komen van wat is belangrijk in het leven. En dat bijzondere verhaal, dat gaan we zo dadelijk horen. We gaan er even uit voor de reclame. Tot zo!